Daily Challenge tijd. We zullen eens gaan zien wat het allemaal brengt vandaag. Dit is een kustlijn, lijkt mij op een... Oh, wacht even, is dit... Tot... Ja. Kpetje... Was dit... Denk ik. Was het Uruguay? Dit komt me heel bekend voor, zeg maar, dat het al een keer... Hallo. Gaan we vanavond vooruit of zeggen we van... Nee, dat doen we niet. Ik weet niet. Ik denk niet dat het... Nee, ik denk dat ik dit fout heb. Ik denk niet dat het Uruguay is. Ik denk eerder dat dit... misschien Australië of Nieuw-Zeeland gaat zijn. Ik denk dat deze wel vrij behulpzaam zal zijn. Dat is denk ik Nieuw-Zeeland. Nee, dit leek in eerste instantie leek het heel veel op. Hoe heet het? Het was ook een locatie bij. In Uruguay bij een. Bij een meer of zo. En dan. Dat was een soortgelijke weg, was dat. Ik dacht dat we daar zaten, maar ik zat helemaal mis. Even kijken, ik denk dat dit bord mij wel kan vertellen of dit Australië is, of dat dit... Is dat punt AU dat daar staat? Ik denk dat dat punt AU is, dus het zou meer suggereren dat het Australië is. Maar geen idee waar. Ik zou misschien inschatten, misschien iets meer midden. Bovenin in Queensland of zo, maar dat is eigenlijk op niks gebaseerd. Behalve een gevoel, want dit zou ook zomaar eens gewoon compleet aan de andere kant van Australië kunnen zijn. De buurt van Perth en zo, zeg maar. En sterker nog, dat zou me eigenlijk helemaal niks verbazen als ik dit zomaar zie. Heb ik het level om naar die kant te verplaatsen? Nee, ik heb het lucht niet. Had ik het moeten hebben? Nee, want dan had ik er net zo ver vandaan gezeten. Nou, dan had ik er misschien iets dichterbij gezeten. Maar goed. Ik ben al blij dat ik in ieder geval Australië had. Dit is... Dit is... mysterieus. Dus ik denk dat dit Chili is misschien. Kan Argentinië zijn, kan ook Uruguay zijn. Al heb ik in Uruguay niet heel veel bergen gezien. Dat daar Concepcion staat, dat helpt in ieder geval. Kijk, dat kan een urenlange busrit zijn, hè? Laten we daar heel duidelijk over zijn. Het kan makkelijk dat ze een eindweg zijn, maar Concepcion doet wel in ieder geval denken dat dit Chili zal zijn in ieder geval, qua land. Maar Chili is een lang land. En daarmee bedoel ik heel erg dat... waar ik hem ook wegzet, als ik het fout heb... Tenzij het dichtbij is, zeg maar... Heb ik het ook wel gelijk heel erg fout. Dit is niet net zoals de afgelopen keren in België...
Als ik hem boven in België zet en er zit onder hem, dat ik nog gewoon 4000 punten heb. Nee, kan gewoon. Chili is in ieder geval bevestigd. Dat kan gewoon best wel eens een duur grapje zijn, zullen we maar zeggen. Ik weet niet of dat Duits, of dat van plaats is die misschien Lota heet of zo. Zal eens kijken. Ik heb geen idee. I'm grabbing at straws at the moment. Voorlopig biedt het weinig, zullen we zeggen. Wat ik zeg. Concepcion is de beste die we hebben. En maar dat kan echt wel een reisbus zijn van enkele uren die misschien net van zijn bestemming afgekomen is. En dat ik echt gewoon duizenden kilometers naast zit. Maar het is mijn sterkste houvastpunt, dus dan gaan we dat in ieder geval wel vasthouden, zullen we maar zeggen. 42 kilometer vandaan. Nou. Ik ben blij dat. Ah, Lota. Kijk. Wauw. Had ik gewoon wel gelijk dat Lota een plaats was. Dit is Zweden, wil ik zeggen. Kan Noorwegen zijn. Dit zegt me echt helemaal niks. Skemrule en Damarna. Geen idee. Echt geen idee. Ik weet dat er ook wel wat gele borden her en der in Zweden zitten. Dus het kan Zweden zijn, maar het kan ook gewoon Noorwegen zijn. Dat helpt echt niet. No. Ik zou zeggen dat het Zweden is. Gezien de weinige bebossing is mijn gok dat dit wellicht Zuid-Zweden is. Maar daar heb ik totaal geen hard bewijs voor. Echt niet. Helemaal niks. En ik denk dat ik te ver moet inzoomen om überhaupt. Nee, dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden. Dat kan ik nou al zeggen. Dat is die 648. Dat is waarschijnlijk gewoon een regionale weg. Maar dan moet ik zo ver gaan inzoomen dat het eigenlijk totaal niet waard is om dat te gaan zoeken. Want dan moet je zo gaan pieteren van. Waar is dit? Het is weer een geel bord. Gaat dit toch Noorwegen zijn? Gaat dit toch Noorwegen zijn dan? Nee, geen van al even verwacht bij het hangen. Ja, zeker. Nee, ook omdat ik fietsende mensen zag, twijfel ik over Noorwegen. Zeg maar dat dit niet Noorwegen is. Maar wat ik zeg, die gele borden, dat is hetgene wat. Plus van 123 kilometer. Oké, okay, gelukkig. Het was gewoon in Zweden. Godzijdank. Nee, maar oh, dit is trouwens IJsland weer. Nee, maar dit hoe heet het? Dit is het hier?
19 zeker, maar even kijken. I don't know anymore. Kijk, dit is dat Olis. Was het Reykjavik dan? Nee, toch? Erfekiel. Nee, maar ik sowieso verkeerd zit met. Met deze. Denk ik. Ja, want dit is niet waar ik dacht dat het was. Hallo. Gaan we nog luisteren of niet? Schijnbaar niet. Maakt ook niet uit. Was dat? Ik weet dat er ergens een. Oh nee, niet hier. Oh hier. Eagle Stadier. Crap baskets. Wat is het andere? Mivetan. Nou, dan heb ik toch liever dat ik Eagle Stadier vind. Maar even kijken of dat niet. Dat is niet mijn weg nummer 1, dit wel. Ja boy, ik weet al, dit is een locatie die we al een keer eerder gehad hebben. Zelfs 2 keer eerder. Maar ik ben gewoon helemaal vergeten waar dat was. Dat is niet mijn weg nummer 1. Is het hier misschien? Ik klik normaal gewoon op dingen. Dat is misschien niet de meest verstandige dingen om te doen, maar goed. Ja. Ik heb allemaal 19 seconden om überhaupt iets te vinden. Oh my god. Misschien had ik beter uitgezoomd moeten kunnen kijken. ...2,4 kilometer! Ik wist niet eens dat ik daar zat. Ik moest naar deze zoeken. Oh my god. Ik heb van, oké, water, ik klik maar gewoon. Het is, ik ben enkel zat hier niet tegengekomen op weg. Het zal er al recht dichtbij zitten. Oh boy. Dat is er eentje van, dat is een mooie. Dat was een mooie. Dit... Ik denk dat dit Europa is. Maar dit zou zomaar eens bijvoorbeeld Nederland kunnen zijn. Maar ja, dit kan ook bijvoorbeeld Tsjechië, Slowakije, dit zijn. Excuus, Jesus. Mijn enthousiasme heeft me laten stikken. Niet echt hopelijk. Dat zou een beetje tragisch zijn. Hallo, dank je. Zo. Ik wil even kijken op dat voetbalveld. Of ik iets kan herkennen van een... Noep. Dat was echt compleet nutteloos om deze kant om terug te gaan. Dit... En ik durf, dat doet al iets vermoeden. Dit is dan waarschijnlijk Kroatië, denk ik. Kan ook. Kan Kroatië, Slovenië of ik denk niet dat het Servië is. Met name omdat ik geen Russisch zie. En dat is een Servië is dat toch wel aanwezig, zeg maar. Dus
denk niet dat dit Servië is. Gaat dit dan Kroatië of Slovenië zijn? Ik denk dat de vraag gaat zijn. Dat durf ik zo eerlijk gezegd niet te zeggen. Want het zou allebei zomaar eens kunnen wat het is. En ik heb ook niet opgelet of er ergens een vlag of zo hing trouwens. Dus helpt ook niet echt, moet ik eerlijk zeggen. Ah, ik zeg dan. Zou hier het beste zijn, denk ik. Dat zit redelijk in het midden van Kroatië. Ja, tenzij het echt hier helemaal onderaan is. Maar dat denk ik niet. Want volgens mij is zo dat een stuk bergachtiger zijn. 140 kilometer. Het was wel Slovenië. Maar goed. Ik ben blij dat ik voor de voorzichtige gok gegaan ben. Want als ik hem hier weggezet had en het was uiteindelijk Kroatië geweest, dan had ik gedacht van anker! Maar ik zie van, daar heb ik vrede mee. Rio de Samurai, 20.000 punten. Alleen die in Australië was een beetje prut. Maar goed, ik bedoel, ik had hem eerst in Uruguay staan. Daarna in Nieuw-Zeeland en daarna in Australië. Dus dan vind ik het nog wel redelijk, zeg maar. Maar goed, dat was hem in ieder geval voor vandaag. En dan zeg ik tot morgen.